tijdje terug zag u een lijf van koek in een reportage vanuit de supermarkt. Dat beviel zo goed. Daarom zijn we terug. Onder het motto, doe eens gek, doe eens iets opnieuw. En Robert deed dat. Kijk hem hier eens even gaan, als een vis in het water. Vandaag ga ik gebakken carbonaatjes maken met doppertjes en munt en rozemarijnaardappeltjes uit de oven. Oeh, en met mayonaise? Precies. En daarom presenteer ik vandaag opnieuw de grote Mayo Show. Oh nee, het is weer zo veel. Hier zijn de kandidaten. We gaan over de top en het gaat over deze dames. Wat een opkomst. Ik ben Jesje. Hallo. En ik ben Astrid. Dag. We zijn al jarenlang vriendinnen. Zo. We hebben zelfs bij elkaar in de box gezeten. Nou. En toen was ik altijd de baas. Poepoe. Maar nu ga ik winnen. Nou, dames, genoeg gepraat. Oké, dames, jullie hebben 1 minuut om alle ingrediënten voor de mayonaise bij elkaar te zoeken. Deze serie is er nog steeds zo te zien. Start. Ik verwacht dat vanaf nu alleen maar erger wordt, want ja, kijk eens eventjes, de agressie in de ogen, de haren op de tanden. Dames, go! Diep in de banden en de dames kiezen een hulplijn. Hey, weet je de ingrediënten voor mayonaise? Ja, mosterd, azijn, eieren. Oké, dankjewel. Weet je waar de mayonaise is? Ja. Ik kan op pad 7. Pad 7. Ja. Oké, dankjewel. Pad 7, dat brengt je toch wel degelijk van je padje. Ondertussen is Robert zich aan het storten op het menu. De lekkerste rozemarijnaardappeltjes krijg je als je rauwe aardappels in de schil bestrooit met verse rozemarijn, grof gemalen zeezout en wat olijfolie. Dan hussel je alles lekker door elkaar. Dan gaan ze een half uurtje in de oven. Dan zijn ze goudbruin en krokant. Terug naar de snelheid van de race. Hey Jesje, dit is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Je gaat op zoek naar de ingrediënten. En dat terwijl je rivaal gewoon hindernissen staat te springen richting de eieren. Gelukkig komt er op jouw pad ook nog wat, jawel. Ik wil nu trouwens even terug naar dat kekke kraampje waar Robert lekker staat te pieken. Dopertjes, carbonaatje en door gaat de stoet. Zouden de dames eigenlijk nazorg hebben na zo'n spannende race? Je wordt hier bijna wagenziek met die winkelkar. Ik ben er zelfs een beetje misselijk van, maar het einde nadert, daar zijn ze. Nou, zet hem op, meiden. Kom op. De dames zijn dusdanig uitgeput van de race dat ik het ook hier even gewoon maar vol praat. Er komt geen zinnig woord meer uit. Maar dat is natuurlijk die pure concentratie, die spanning, die focus, die drang om te winnen. Hé, hey, Jesje, ga je nou gewoon vals spelen? Hé, hey, Jesje, zegt dit niet volgens de afspraak? Ja, zo wordt het wel heel makkelijk, hè? Wil ik maar eens kijken? Ja. Het eten is klaar. Eens kijken hoe het met de mayonaise staat. Oh, zou Jesje door de mand vallen? Het is niet helemaal gelukt. Nee, het is moeilijker dan ik dacht. Jammer. Ja, het valt tegen, hè, mayonaise maken. En die van jou, die ziet er wel heel goed uit. Ja, mooi, hè? Ja, Robert, ze heeft vals gespeeld. Ja, nee, ze speelde vals. Jawel, ik heb het zelf gezien. Dan nu op naar de grande uitreiking van de Gouden Pannenlikker. De winnaar van de Gouden Pannenlikker van vandaag is geworden... Anne Charlotte! Zo is het. Gefeliciteerd, Charlotte. Je had alle ingrediënten goed.